mi aspettavo, sai da te, una risposta con mil fu, e invece niente, invece no, un pugno in faccia era meglio, lo so, io mi aspettavo, sai da te. Zometeen, als onze grappa hier op is, gaan we een kort wandelingetje doen richting de Piazza Maggiore. Daar gaan we op bezoek bij de toeristische dienst, op zoek naar dingen die we nog niet gezien hebben. Een aantal toeristische bezienswaardigheden. We zoeken nog een boekenwinkel te bezoeken vandaag en ook op zoek naar goedkope schoenen. En er staan hier achter ons eigenlijk een heleboel kerken en die vormen samen de zeven kerken. Soms wordt het ook wel genoemd de Holy Jerusalem. Ik ga even voorlezen uit het Gietske. This group of churches is also known as the seven churches or Holy Jerusalem because it recalls the passion of Christ. On the far left you see the Basilica of San Vitale e Agricola, named for the relics of the first martyrs of Bologna, which were originally kept there. Next to it is the Basilica of the Holy Sepulchre, with the small temple at its heart, supposed to suggest the sepulchre of Christ in Jerusalem. And next to that is the Church of the Crucifix, which, together with Pilate's courtyard behind, bears testimony of the presence of the Lombards, who in the 8th century used it as their center of worship. Leading out to the courtyard, there is the Benedict Cloister, 11th and 12th century, the Holy Trinity Church, and the Santo Stefano Museum. For opening times, see list of the most interesting churches. Voilà, dus we staan hier op een zeer christelijk plein, met prachtige kerken. We gaan die eens proberen van dichterbij te bekijken. En Antwerpen, we zitten op de trein, het zit erop, maar het was heel goed, we hebben ons fantastisch gaan bezeerd. We hebben van alles bezocht, gezien, de winkel. Nee, het was een zeer leuke reis. We onthouden vooral dat het gastronomisch dik in orde was, dat we een aantal mooie gebouwen gezien hebben, dat de wc's bijzonder vuil waren, en dat dan niet altijd welkom is. Tom. We zijn er ook teruggekomen met droge lippen. Ja. Speed over frutjes tegen. Absoluut. Oh ja. Oké, gewoon. Ben, wat heb je onthouden? Italië in de winter is toch maar kou. Even af zoen, hè?